Goedemiddag en leuk dat je weer kijkt bij deze nieuwe video. Ik ben onderweg naar Italië met die witte BMW die in de vorige video met de heftruck geladen is. Ik sta nu net in Zwitserland. Gisteren heb ik twee adressen in Nederland en eentje in België gelost. Zometeen richting de Gotthardtunnel, richting Como, Milaan en dan een stukje naar beneden. Morgenochtend Genua lossen en dan heb ik weer vier late adressen terug. Kijk mee. Inmiddels is het donderdagmorgen en sta ik in Bologna. Ik heb gisteren echt een waardeloze race dag gehad. Ik moest die auto in Genua lossen. Nou, dat heeft al met al 2,5 uur geduurd. Ik had van tevoren al gevraagd, jongens, mijn losadres, dat is een Scania dealer. Wat moet ik daar met een gestolen BMW? Ja, adres hebben we opgekregen, dus daar gaan we heen. Nou, daar stond ik een uur en een kwartier en bleek het toch een verkeerd adres te zijn. Ik stond 600 meter bij het adres vandaan waar ik uiteindelijk moest lossen. De afspraak was laden met heftruck, lossen met heftruck. Nou, je raadt het al, geen heftruck. Dus uiteindelijk bergingsauto tegen mijn kont aangezet van de vrachtwagen en overgetrokken. Dus die was ik kwijt, maar ja, 2,5 uur bezig geweest. Dus dat is al een zonde van de tijd. Toen ben ik doorgereden naar mijn eerste laadadres, Golfje opgehaald. Nou, daar stond ik bij een bergetje langs een doorgaande weg. Net door een bocht heen, dus ik stond er eigenlijk levensgevaarlijk. Gelukkig reed die golf nog. Toen ben ik naar een garage geweest, een Mercedes dealer. Daar heb ik een oude brandweerwagen, een oude Mercedes LF 408 opgehaald. Daar kwam ik aan en die man die vertelde, joh, ik heb helemaal geen sleutel. Ik denk, nou, dat gaat lekker. Hij stond ook buiten het terrein van de Mercedes dealer. Op slot, ik kon er ook niet eens voorkomen, dus al zou ik hem mee moeten nemen, dat ging sowieso niet lukken. Bellen. Uiteindelijk na drie kwartier bleek dat er een zijkant van de auto open kon, een luik, en daarachter waren de sleutels verstopt. Nou, die bus die reed ook. En toen ben ik nog doorgereden naar het derde laadadres, in de buurt van Firenze. Daar heb ik een Ford S-Max opgehaald. Die reed ook nog, maar daar kwam ik om 6:30 aan. En die vent die was pissig. Ja, 7 uur gaat hij dicht en dan moeten ze nog een factuur maken voor de stalling. En hij wist allemaal niet hoe dat werkte. Dus, en ik was erg laat, vond hij. Ik zei, nou ja, je gaat om 7 uur dicht. Dus ik heb nog een half uur. En normaal gesproken laai ik mijn hele auto in een half uur. Dus, nou, toen werd hij helemaal giftig. Dus toen ben ik maar even weggelopen. En inmiddels sta ik in Bologna. Met een afgekoppelde aanhanger. En dan staat het hele zootje erop. En nu ga ik met de motorwagen naar het laatste laadadres. En daar staat de klapstuk van deze rit. Een Citroën Jumper met zonder voorwiel. En wat dat inhoudt, ga je zo meteen zien. Nou, daar zijn we dan. En zonder wiel. Alles afgebroken. Ik heb het wieltje heb ik eronder gezet. Die meneer heeft hem met de heftruck even opgetild. Dus nu begint het lieren.
heb er maar even een bakje koffie bij gepakt, want daar was ik wel aan toe. Ik krijg nog wel eens de vraag, zitten er nou geen nadelen aan je werk? Je bent natuurlijk de hele week van huis. Je ziet de hele week je gezin niet, je kinderen niet, je vrouw niet. Is dat dan allemaal maar zo makkelijk? Nee, dat is het niet. Juist op het moment als er thuis iets aan de hand is, of als het thuis even niet lekker loopt met de kinderen, of nou, noem het maar op. Ja, dan zit ik ook niet lekker, weet je. Ik ben altijd ver van huis. Ik ben niet even in een split second weer zomaar thuis. Dan valt het wel tegen. En wat ook een nadeel is, en op dit moment heb ik daar een beetje last van. En daarom, ik dacht, ik doe de camera aan, kan mij het schelen, je mag het zien. Ik zit natuurlijk heel veel in de auto voor me uit te staren. En op een dag als vandaag en gisteren, waardoor ik een beetje stress aan het opbouwen ben. Omdat het even niet lekker loopt, omdat je weet dat je nog een kleren aan moet rijden om thuis te komen. Ja, dan komt bij mij toch wel vaak het gevoel op van gemis. En dat is in mijn geval het gemis van mijn moeder. Die ben ik 6 jaar geleden ben ik die kwijtgeraakt. Mijn vrouw was toen net zwanger van een zoontje. En dat zouden we haar eigenlijk gaan vertellen, want dat was het eerste zoontje waar zij oma van werd. Ik heb 3 nichtjes en mijn eigen eerste kind is ook een dochter. En later raakten we dat kindje in de zwangerschap ook nog kwijt. Dus dat is, ja, zo gaat het in het leven, zeggen ze dan, hè? Maar dat valt niet altijd mee. En we zijn nu privé ook bezig om een ander huis te kopen. Ja, dan zou je natuurlijk niks liever willen als dat gewoon met je ouders delen, met je moeder delen in mijn geval. Maar ja, helaas, dat gaat niet. Maar dat zijn dan van die gedachten die komen. Dat is heel lang is dat stabiel. Dan ebt dat wel zo een beetje door je hoofd heen, zeg maar. Ja, en soms ligt het er ook 3-dubbel dik dwars bovenop. En ja, kun je het een beetje wegdrinken met koffie, zeg maar. Dus ik ben maar even gestopt. Ik heb even getankt en nou, een bak koffie erin. En dan, nou ja, dan gaat het zo meteen wel weer. En waarom ik het vertel? Joh, jullie zien zoveel van mij. En dit is wie ik ben. Dit hoort er ook bij. En dat is ook de achterliggende boodschap eigenlijk een beetje. Je weet nooit bij iemand wat er achter die persoon afspeelt. Hè? Iedereen huisje heeft natuurlijk zijn eigen kruisje. Dat is makkelijk zat. Ik heb mijn vader wel een paar jaar geleden gehoord. Die zei van, joh, weet je, als ik nou helemaal overnieuw moest beginnen. En er lag een taal vol met kruisjes. Dan zou ik mijn eigen kruisje weer pakken. Want dat kruisje, daar weet ik van wat me te wachten staat. En die andere kruisjes weet ik niet. En dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie. Geen verdriet is erger dan het andere verdriet. De ene ervaart het anders dan een ander. Wij zijn al een kindje in de zwangerschap kwijtgeraakt. Ik ken ook verhalen van mensen die hun kindje net voor de geboorte kwijt zijn geraakt. Is het erger? Nee, het is niet erger, want je bent er net zo kapot van. Alleen de ervaring van mensen kan anders zijn. En daarom oordeel gewoon niet over een ander. Weet je, als je er niks mee te maken hebt, oordeel niet. Je ziet het ook op social media. Men maakt elkaar kapot om niks. Moeten overal maar een mening of een reden voor hebben om te reageren. En ik denk van, joh, laat gaan. Weet je, iedereen heeft het al druk genoeg met zichzelf. Dus dat wou ik meegeven, dat wou ik delen. Dat gezegd hebbende. Ik rij nu, of ik sta nu even stil, tussen Innsbruck en Bregenz. Ik heb onwijs veel file gehad. Ik ben nu al 7:15 onderweg en ik heb geloof ik net 380 kilometer gereden. Het schiet echt helemaal niet op. Dus ik ga vandaag even stout doen. Ik ga even over mijn rijuur heen, want we hebben morgen een barbecue op de zaak. Samen met Logix, of samen met de ANWB. Dus met onze moeder, om het zo maar te zeggen. En daar wil ik gewoon heel graag bij zijn. Er zijn ook mensen die ook mij daar even willen zien en treffen. Dus ik heb wat te doen. Ik ga denk ik nu 11 rijuren maken. Dan ga ik een printje uit de tachograaf draaien waar ik dat op ga zetten. Voor als ik aan word gehouden, dan kunnen ze in ieder geval zien van, hey, hij weet dat hij een overtreding is. Hij heeft er een bonnetje van gemaakt. Ja, en dan laat ik me overleveren aan de agenten die me dan eventueel aanhoudt. En die daar mogelijk een bekeuring voor wil geven. Want dan kom ik morgen namelijk, als het goed is, binnen 10 rijuur in Apeldoorn. Of dat gaat lukken. Nou ja, ik hoop het, laat ik het zo zeggen.
Dit was het voor nu. Mijn pauze zit er over 5 minuten op. Ik ga nog even een sigaretje roken. Heel slecht, maar daar ben ik ook even aan toe nu. En dan ga ik weer gas geven. Nou, jullie zagen het. Weer een lekker adresje. Maar hij staat er. Gelost. En nu, ik ben in mijn hart trouwens. Tussen Stuttgart en Heilbronn ligt dat. En ik heb net een berichtje gehad van de planning. Ik kan in één keer doorstuiten naar, stoten naar Apeldoorn toe. Dus dat is mooi werk. Op naar Apeldoorn. Nou, ik heb het gered gisteren. 7:30 op de zaak. Een machtig gezellige avond gehad. Heerlijke barbecue. En nu is het zaterdagavond en ben ik bezig om de filmpjes op volgorde te zetten. Zoals jullie kunnen zien in de laptop. Dus hiermee sluit ik gelijk deze video af. Bedankt voor het kijken. En tot volgende week woensdag 5 uur. Dan ben ik er weer. Hoi.